Hallo jongens en meisjes, welkom bij deze nieuwe video. In deze video gaan we kijken hoeveel mijn Pokémon kaarten waard zijn. Hier staat mijn iPad, hier kan ik opzoeken. Hier is mezelf ook, abonneer ook op Fiets Meeting. Ja, dat eigenlijk, maar we gaan nu opzoeken hoeveel ze waard zijn. Dit zijn al mijn kaarten. Dit is een stapeltje met allemaal holo's. Er zijn er heel behoorlijk veel. Hier zijn een kaart met V's. Even kijken wel. Gewoon allemaal V's. En sommige zijn ook anders. Maar deze zijn wel goed. Dan heb je de Shinies. Ik heb er maar 3. Uit Shiny Fates. Dan heb je deze hele... Ja, niet heel groot. Maar gewoon een stapel met mijn beste kaarten. De munten. Een van de nieuwste setten. Scarlet en Violet. Gewoon de eerste... set van Scarlet en Violet. Dan heb je mijn oude kaarten. En mijn Pokémon Go. En hier zijn al mijn normale kaarten. Deze doos vol en deze doos. Bijna vol. Ja, dit is ook een codekaart. Die krijg je, misschien heb je die al ooit al gescand. Maar die krijg je alsnog. Gaan we aan het eind van de video. Hier heb je mijn Jumbo kaarten. Die heb ik nog vergeten te pakken. De Mimikyu EX, de Pikachu V, de Hoopa V, de Froakie, zijn nog niet heel bewaard, de Chespin en de Fennekin. Kijk, dit zijn al mijn grote kaarten. Ja, hier zijn allemaal sleeves en dice en zo, dus dit is nog niet heel bewaard. Maar het gaat eigenlijk vooral om deze kaarten hier, de beste. Ik ga hem alles gewoon in de video zetten hoeveel ze waard zijn. Ja, hier staat. Deze zijn ongeveer 5 euro samen waard. Deze munt. Ja, deze munt zijn niet gewoon heel veel waard, maar ik denk 4 euro, 5 euro. Ik heb het ook opgezocht. Het staat nu in het scherm hoeveel het waard is. Dan hebben we al deze normale kaarten. Ik gok alle dat deze 10 is. Deze 10 euro. Dus dan zeggen we dat deze samen 20 euro is aan normale kaarten. De jumbo kaarten, ja, die zijn wel wat minder waard. Maar ik had wel gezien dat deze best wel wat waard zijn. Maar die zijn helemaal... Deze is niet heel erg beschadigd. Maar als je naar deze kijkt bijvoorbeeld. Aan de bovenkant zelfs een beschadigd randje. En deze is al helemaal beschadigd. Ja, die wordt hem sowieso niet. Maar de Pikachu V is ook... Nou, die is nog best wel goede conditie. De Mimikyu EX ook. Eigenlijk helemaal goed. En de Hoopa V ook. Dus ik gok voor jumbo kaarten ook ongeveer 10 euro. Dus 10 euro aan jumbo kaarten ook. Ja, hier zitten al mijn sleeves en zo in. Die gaan richting de 10 euro, 15 euro. Dit is een en dit is een stuk van... De Pokémon Go set. Die zijn hier voor waard ongeveer 5 euro. Dan, dit zijn mijn oudste kaarten die ik heb. Ik heb zelfs nog een gold oude kaarten. Deze Drowsy bijvoorbeeld. Uit 1995. Dan hebben we Marine van 2016. Is ook niet oud. Maar hier heb je weer zo'n level kaart. Van level 7 Treecko. En die is uit 2008. Daar heb je de Nidoking ook, dat is 8. En dan komen we bij de Zapstrika. Die is best wel nieuw, 2019. En deze Magnemite 2016. Deze is volgens mij van Evolutions. Dan heb je de Ash Pikachu 2017. Dit is ook Ash Pikachu 2017. En deze ook. Dan heb je de Pikachu Pack 2017. Deoxys 2006. En dan heb je ook nog de Eevee van 2017. De Dino uit 2016. En Snorlax uit 2019. Ik schema het Nederlands. Maar dit is wel echt... Deze Giovanni was zo'n baas. Volgens mij van Team Rocket. Maar deze kaart is wel echt populair. Je hebt ook van deze kaarten van 70 euro. Maar deze is niet zoveel waard. Heb je ook nog de Big Masalada van 2017. Dat waren eigenlijk al mijn kaarten van de oude. Die gaan ook al richting de 10 euro. Ja, zijn niet heel goed. Dus 10 euro. Dat is ook 10 euro. Dit is, ja,
ongeveer 5. Dus 10. En dan hebben we de nieuwste set. Hier wil ik het wel even over hebben. Een van de nieuwste setten, Scarlet and Violet. Ik heb al een Energy, Ultra Ball, Machef. Deze een Reverse Holo. Nog een Energy, Wattrel, Lechonk, Energy Retail, alweer een Energy, Palmy Reverse, Grievert. Ik heb van deze Reverse Holo ook een Holo. Die is hier. Maar we komen zo meteen naar de Holo's. Maar dus is een nieuw set. Dit is gewoon een mooie Art Espadra. Ultra Ball, Sliwiper en een Quaxa. Wel. Ik weet ook niet hoe je uitspreekt. Maar ik ga even de kaart weer netjes zetten. Ja. Dat waren dus de nieuwskaarten. Die gaan ook om ja, 2 euro. 1 euro dat. 2 euro, 1 euro. De munt had ik al. Maar nu de shinies. De shinies ga ik even opzoeken op mijn iPad. Die daar zo is. Dus die komen aan het einde van de video. Deze ga ik ook opzoeken. Maar de holo's ga ik niet opzoeken. Want elke holo is ongeveer 1,50 euro. Het tot 50 cent en 1 euro. En dit wat ik wel laat zien. Dit is zo'n promo als het goed is. Oh nee, het is geen promo. Maar dit is een, ook uit een Evil nieuw set. Deze ook. Maar ik heb ook een speciale kaart, de Bidoof. En wat daar speciaal aan is, je denkt zo van, dat is toch gewoon een normale Bidoof. Maar kijk, als ik dit doe, wordt dit een ditto. Maar die gaat wel echt naar 7 euro. Omdat dit zo'n, kijk, als je heel goed kijkt, staat dat een ditto teken. En als dat erop staat, even wachten hoor. Als die ditto teken erop staat, dan betekent dat die gewoon heel goed is. Dan heb ik de Keldeo. De Oshawott, dit is van de McDonald's als het goed is. Oh ja, dit is van de McDonald's. De Indeedee Holo. Torterra Holo. De Eldegoss Holo. Teepik Holo. Steelix. En dan heb je ook nog deze, dit is wel een goeie. Dit is een Sun and Moon Ultra Prism kaart. Uit 2018. Dus ook nog best wel, ja, 3 jaar geleden, nee. Ja, dit is ook wel gewoon 5 jaar geleden, dus hier ben ik ook wel blij. Want als zo'n stempel of staat, is ook echt best wel wat waard. De Articuno uit Pokémon Go. Zapdos Pokémon Go. Growlithe Holo. Daar heb je de Cossifleur. Dragonite. Octillery. Dusknoor. Bulbasaur. Deze heb ik dubbel, dus zo meteen komt hij weer. Galarian Ostagoon. Weer een Bulbasaur. Victini, McDonald's set. Gallade. Victini, ook uit het McDonald's set. Fresh Research. Sylveon, ook Pokémon Go. Landorus Holo. Cobalion Holo. Marnie Holo. Blaziken Holo. Rillaboom Holo. Jolteon Promo. Leafeon Promo. Sylveon Promo. En Glaceon Promo. Dat waren alle holo's en promo's. En deze gaan richting de 20. Dit gaat richting de, ja, zo te zien wel de 20 euro. Dus de holo's zijn, oh, even wachten hoor. Anders gaat hij met de vies door de war raken. En de vies komen uit een video. Maar de holo's zijn voor de waarde ongeveer 20 euro. Leg de vies wel even zo. 20 euro, deze nog opzoeken. Deze komt ook aan het einde. Heb ik eigenlijk al alles gehad behalve de V's. Dat zijn deze hier. En de Shinies heb ik ook nog niet gehad. En nog deze kaarten. Dus ik ga even weer opnieuw doen. 10 euro, 10 euro, 5 euro, 2 euro. Deze aan het einde van de video. 20 euro, 5 euro, ja, 10 euro. Deze met z'n allen 10 euro. Oude kaartenmapje, 5 euro, 5 euro. Ja, dat was het eigenlijk. En in deze map zitten ook nog een paar normale kaarten, maar dat is eigenlijk niks. Maar nu ga ik even naar mijn iPad. Die hier zo staat.
Dan zie ik je zo meteen wanneer ik de kaart heb opgezocht. De eerste kaart is opgezocht. Deze gaat richting de 2,60 €. Ga ik nu naar de sobbel. Ik heb ook al inmiddels opgezocht hoeveel de sobbel waard is. Die gaat richting de 1,40 €. Deze is wel al een beetje gezakt. Dan nu de impedimp. Ik denk dat deze... Ik ga hem wel opzoeken, maar ik denk dat hij wel ongeveer als de sobbel is. Maar tot nu toe is de dartfix van 2,60 € het meest. Nu de impedimp. Ja, ik had niet echt verwacht, maar hij is wel duurder dan de sobbel. Deze impedimp gaat naar de 2 €. En hij gaat nog 12%, 12,07% gaat hij nog stijgen. Dus ongeveer de shiny, deze 2,60 € plus 1,40 € is 4 €, plus 2 euro 6 €. Dus 6 € aan deze 3 shinies. Dan gaan we zo meteen door naar de V's. Ik ga wel even de V's in timelapse doen, want er zijn er best wel wat. Kijk, dit zijn de V's. Kijk, er zijn best wel wat hoor. Dus die ga ik in timelapse doen. Ik heb al een paar kaarten opgezocht. Ik ben al best wel moe, want dan moet je de hele tijd naam typen en zo. Maar ik heb al Urshifu voor ongeveer 1,30 €. Kangaroo ongeveer 1 €. Empoleon ongeveer 1 €. Aggron 1 €. Cinderace en Surfpicio. Eigenlijk gaat elke V naar 1 € ongeveer. Dus ik ga eigenlijk elke V naar 1 € tellen. En dan doe ik er nog een paar cent bij, want niet elke V is 1 €. Sommige zijn ook 1,30 € of... Oh, ik betaal. Sommige zijn ook wel wat meer waard. Dus ik ga nu even in timelapse alle kaarten. Of ja, hoeft niet als in timelapse. Maar ik vind gewoon. Ja, ik ga gewoon. Ik ga gewoon nu alle kaarten kijken. Deze en. Oh. Ja, het is wel moeilijk met één hand te filmen. 1 €. 2 €. 3 €. 4. 5 €. 6 €. 7 €, 8 €, 9 €, 10 €, 11 €, 12 €, 13 €, 14 € en de laatste is 15 €. 15 € en omdat elke kaart ook wel een paar cent erbij heeft, doe ik er nog 2 € of nee, ik doe er 3 € bij. Dus dan zit alle vies ongeveer 18 € waard. En dan ga ik zo meteen naar mijn beste kaarten. Dat wordt echt een lange tocht. Jongens en meisjes, ik heb alles alvast een euro gegeven. Dus hoeveel ze waard zijn. Anders ga ik nu onthouden hoeveel het samen waard is. Dit zijn samen 10 euro, 5 euro, 5 euro, 10 à 15 euro, 20 euro aan holo's promo's. Hier is eigenlijk bijna niks in, dus 50 cent. 6 euro, 18 euro. Ja, hier stonden mijn goede kaarten, maar die staan nu op die kast daar. Of ja, mijn doos. Dus daar is nog niks. Mijn munten zijn 4,50 €. Bijna een hele doos vol. 10 euro. Ook hier al mijn normale kaarten. Dus ook ongeveer 10 euro. Mijn nieuwste set 2 euro. En dat is nog 0, omdat er niks in. En nu ga ik dus mijn goede kaarten opzoeken. Ben ik wel benieuwd naar. Maar dan ga ik wel een timelapse doen. Dan zie ik jullie na de timelapse. Ik ben even met de timelapse gestopt, want dit is zo'n nieuwe kaart. En op Google stond dat hier geen prijsdata is van bekend. Dus deze heeft nog geen prijs. Ik heb al een paar, maar ik ga even... mijn camera's toepakken, maar tot nu toe gaat het wel goed, dus er is nog geen prijs van bekend. Deze 1,60 €, deze was ook naar 2 euro dus gehouden. En deze kloof was echt 3 euro nog. En dat was ook echt een nieuwe kaart, maar ik ga even mijn stok erbij pakken. En dan zien jullie mij in timelapse.
Jongens, meisjes, ik ben even gestopt, want ik ben... Ja, dit is meer de helft. Ik ben al over de helft. Dit stapel met, ja, 1 euro, 2 euro, 3 euro. En deze stapel met, oh my god. Ja, dit is echt een banger. Dat had ik niet verwacht, maar... Ik heb ook niet zo'n hele betrouwbare site. Google heeft niet altijd gelijk. Hij is wel geblurred, dus je ziet niks. Want deze site is vaak gebruikt. Maar deze zegt ze dat 22 euro is. Dan hebben we nog deze. Deze stapel is boven de 3,50 euro. Dan hebben we de... hoe heet die alweer? Miraidon EX voor 4 euro. Dit is ook een goede. 12,40 euro voor... Dat staat er omdat deze kaart niet bekend is om de waarde. Want sommige kaarten zijn echt nieuw. Naar kaart was. Maar hier ergens bij kaart stond de waarde er ook niet bij. Dus als er geen water is, is het een vraagteken. Dan ga ik nu weer verder in timelapse. Nog ongeveer 10 te gaan. Jongens en meisjes, alle kaarten zijn nu officieel opgelost. Ik ga eerst beginnen met hoeveel deze allemaal samen zijn. En daarna de goede. 10 euro. 5 euro, 5 euro is 20 euro. Dan doe ik dit gewoon 10 euro. 20, 30. 40, 50. 50. 70. 70 plus dit. Da, nee, 70. 90. 96. 150 cent. 101. Ja, dat was het. 101 euro is dit allemaal waard. Ga ik even opschrijven hoor. Ja. Dus deze, al deze kaarten zijn samen 101 euro waard. Maar nu deze. Ik denk misschien ook wel naar de honden. Maar dat ga ik ook even voor mezelf doen. Dan zie je het zo meteen. Ik had toch een ander idee. Ik ga gewoon alle kaarten in de rekenmachine in de timelapse zetten. Dan ga ik nu beginnen met de timelapse. Misschien heb je het al in de timelapse gezien, misschien ook niet. Maar we komen op 98,31 uit. Ik had wel meer verwacht, maar het is gewoon oké hoor. Dus al die stapkaarten, gewoon alleen deze, is gewoon hetzelfde als al dit. Ongeveer. Oké, als jullie goede rekenaars zijn, weet jullie dan wat 98... 31 plus 101 is. Ik weet het wel. Want dat is 199,31 cent. Ik ga het even opschrijven, anders onthoud ik het niet. Ja, zoveel euro. Ja, het is gewoon veel hoor. Er zit niet in onze. Al dit zat in mijn doos. Er zit alleen nog maar. Ja, dat prul in. Maar oké. Dat is gewoon bijna 200 euro. Nog een 69 cent verschil. Maar oké, ik ben trots op. 200 euro aan al deze Pokémon-kaarten. Dan zie ik je zo meteen bij de outro. Als je deze video leuk vond, geef dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op deze video. Doei doei! Jongens, meisjes, ik zei wel net doei doei. Maar deze moet je scannen. Misschien zit er even nog eentje in. Ja. Scan deze. En hier is volgens mij de app om te downloaden. Nu echt. Doei doei.